Goedemorgen, wij zijn net wakker. Of net, wij hebben al gedoucht. Het is zaterdagochtend, 8:45. Wij moeten om 11:00 uitchecken. Wij moeten nog eventjes gaan ontbijten. En wat loopt hier voor een beest? Dit is een duintorretje. Oh, oké. Nog even een kopje koffie. Nou, en dan zit het er weer op, helaas. Maar het is hier echt heerlijk wakker worden. Dit is toch geweldig om zo wakker te worden. Echt lekker dit. Kijk, hier zit dus een trap. Hé, nu staat dat hekje wel open. Gisteren was dat hekje dicht. Konden wij er niet doorheen. Dan moesten we steeds helemaal omlopen om bij het parkeerterrein te komen. Want hierachter, ik ga het jullie even laten zien. Kijk. Hierachter is dus een parkeerterrein. En daar staat ook onze auto natuurlijk. Ik krijg het nu wel een beetje koud. Het is best fris buiten. Maar ik denk, als je hier in de zomer bent... Ja, dat is natuurlijk nog lekkerder. Dan kun je lekker buiten zitten, buiten ontbijten. Nu wel even... Oh nee, de deur moest open, hè? Nou, ook hier. Want wij gaan hier zo meteen een ei koken. Maar er stond hier op een briefje dat hier best snel een brandalarm af kan gaan. Hier staat... Daar lijken wij op. Uit ervaring weten we dat de brandalarm bij enige rook- of stoomontwikkeling, nou, er komt natuurlijk veel stoom van het ei af, dat het alarm dus af kan gaan. Dus wil je alsjeblieft rekening mee houden en zorgen voor een goede ventilatie. Dus ik denk dat wij gewoon die deur wagenwijd openzetten straks. Nou, ik ga nu eerst even verder met mijzelf opdoffen. Nee, ik ga even mijn haar feunen. Die douche die was trouwens ook lekker hoor. Lekker warm. Wil je nog even de nacht evalueren? Hoe heb jij geslapen, Nel? Ik heb niet zo goed geslapen. Eigenlijk, helaas. Nee? Nee, want het was warm. Ik heb ook mijn shirt een keer Ik had een bloedheet. Ik vind het hier echt warm. Het is hier best warm, ja. Dat hebben wij thuis nooit. Warme nachten. Alle ramen open, waaien. Maar hier, ja. Je kan die deur wel openzetten. Maar ik dacht... Ja, hier hebben wij gisteravond ook al over gehad. Kijk, wacht even. Ik ga even naar buiten. Dan doe jij hem eventjes zoals hij zit. Ja. Ja, doe open. Doe eens open, ja. Nou, ik dacht, je kan ook zo. Nee, dat kan niet, zie ik nu. Want hij moet eerst helemaal hier naartoe. Oh ja. Nou, kijk, ik dacht dus inderdaad gisteren ook in plaatjes. Want toen zei jij dat. En toen zag dacht ik zo. Ja, toen zag ik echt zo'n hand, zag ik er al doorheen komen. En ik denk, doe die deur maar dicht. Ik, nee, mij niet bellen. Dus het was hier bloedheet. Ja. Ja, nou, laat hem nu maar open. Doe maar gewoon even zo, want wij gaan het ei koken, toch? Ja. Jij hebt hier wel ontbijt. Dat kan, maar dat is een uur van 9 tot 10. Oh. Nou, dat is zo, dat vond ik zo. Dus wij eten hier. Ja, wij hebben eigenlijk toch alleen maar een yoghurtje met fruit en een gekookt eitje. Nou, dan hebben we ons eigen koffiezetapparaat meegenomen. En dan heb je toch alles wat je nodig bent. Ja. En weet je, ik vind het ook wel leuk dat je dan nu ben je gewoon lekker op je hotelkamer. Ja. Want anders ben je gewoon... Ja, maar dan ben je eigenlijk heel weinig ben je op je kamer. En het is eigenlijk gewoon een soort huisje, dus... Ja, en ik wil eigenlijk ook nog wel een keer door de week hier naartoe. Dan kan je een ontbijt op je kamer krijgen. Maar dat is in het weekend volgens mij. Oh, dat was alleen in het weekend. Dan werd het ontbijt... In het weekend wordt het ontbijt niet geserveerd op je kamer. En door de week wel. Ja. En ik vind het hier eigenlijk heel leuk. En anders zit je in de strandpaviljoen. Hier verderop.
Oh, ja. Nou, dat is ook dichtbij. Mm-hmm. Je loopt hier zo een strand op. Nou, ik heb eigenlijk ook niet zo lekker geslapen. Ik vond het warm. Ik ben heel vaak wakker geweest. Niet dat het bed slecht ligt hoor, want dat ligt best wel lekker. Ja. Maar ik heb sowieso altijd heel veel moeite met een ander kussen. Wij hebben onze kussens niet mee. Ja, die hadden we dus nu niet mee. En ik weet niet, dan lig ik gewoon niet helemaal lekker. Dus ja, nou ja. Hè? Maakt op zich niet zoveel uit. Voor een nachtje. Toch? Nee. Wij moeten nu echt aan de slag, want anders moet alles in 1 uur gedaan worden. Zo blij als een ei. De alarm is niet afgegaan. Nee. Dat scheelt. Dat kan niet. Dat wel wel voor ons geweest. Mm-hmm. Ik ga op reis en ik neem mee een shitload aan spullen. Dat is niet normaal. Nee. Nou, doei! De backpacker is er niks bij. Oh, kijk achter je, achter je. Oh, dat doen we. Er zijn ook zoveel bij. Oh, we zijn niet de enige. De buren doen het ook. Oké, nou. Doeg, leuk hotelletje. Leuke kamer. Ik denk niet dat wij alles in één keer kunnen dragen. Nee, tuurlijk niet. Wil je eventjes wat laten staan voor mij? Je hebt ook nog een wasmand. Ik heb even een wasje gedraaid. Waarom hebben wij dit trouwens in een wasmand? Geen idee. Nee. Ik had niks anders. Vraag ik me dus nu ook af. Ik had even niks anders, dus ik dacht ik pleur alles in een wasmand. Nou, zit er weer op. Helaas. Helaas. Het ging veel te snel. Kijk. Dit is je bloed eten, dat gebouw. De zee. Je kunt ook van die e-choppers hier huren. Kijk. Ja. Wil je nog zo'n plate? Zullen we zo even kijken? Ja. Ja? Nou, we gaan nog even naar het HK Living, de winkel zeg maar, onder het hotel. Want we zijn wel geïnspireerd door de spulletjes in de kamer. Dus misschien gaan we nog wat voor thuis kopen. Ja. Jij vond dat... Ja, wat op het bed lag, dat het spray. Dat vond ik wel leuk. Okay. Ik weet niet of ze dat daar verkopen, want ik heb eigenlijk al een klein beetje naar binnen gekeken. Door de ramen. Oh, lag niet heel veel. Ik dacht dat er een groter assortiment was. Oké, nou ja. We gaan er even een kijkje nemen. Behave like animals on the beach and in the sea. Animals do not leave trash. Kijk, dit is dus wat er allemaal gevonden wordt op het strand. En in de zee. Oké, chloorfles en handschoenen. Slippers. Ja. Oké, nou daar is die winkel. Parkeervakken missen ons ook. Ja, ja. Mis je nu al. Nee, dat hebben wij ook. Nou, daar gaan we. Doei. Daar is het hotel. Ja. Het was hier echt heerlijk. Het was echt lekker. Het was echt fantastisch. Ja. Dus echt een aanrader. Zomers hotel. Lekker op het strand. Lekker, lekker schoon uitwaaien. Ook. Het ruikt er heerlijk. Ja. Ja, top. Je zit echt op een A-locatie. Dat je gewoon direct het strand oploopt, dat vind ik echt geweldig. Het is echt heerlijk. Nou, we gaan nu richting Schorel. We gaan weer even richting de Schorelse Duinen. Ja. Daar zijn we ook al eens geweest. Ja, maar weet je wat mij hier opviel? Ik hoop dat het daar niet is. Wij wilden hier ook een wandeling gaan maken in de duinen. Maar dan moest je een duinkaart hebben. Ja. En volgens mij is dat in Schorel niet. Nou, volgens mij kan je die ook wel kopen bij die hekjes of zo hoor. Maar ik weet niet hoe dat gaat.
Maar wij gaan naar Schorl. Volgens mij heb je dat daar niet nodig. Misschien is het omdat dit kwetsbaar gebied is. Ik weet het niet. We gaan het zien. Weet je, en anders kopen we gewoon zo'n duinkaart. Dat is ook geen probleem. Maar ik dacht van... Waarom staat die kachel op 25 graden? Nou, omdat het gisteren koud was. Nou ja, in ieder geval, wij gaan naar school. Oké, wij zijn deze trap opgeklommen net. En we moeten nog... Nou ja, we zijn er bijna. Ja. Maar best, best heftig dit. Dit is volgens mij de hoogste duin. Wat ik zo gelezen heb. Waar van Schorl. Ja, dus. Van Schorl. Ja. Waar je met de trap op kunt. Oké, nou. Dus. Het is een pittige klim. Maar we gaan verder. Mijn hart bonkt. Ik denk dat ik morgen spierpijn heb. Ja, het is een beetje... Maar wel een super mooi uitzicht dit. Kijk dan. Mega mooi. Ja, je moet er wel voor over hebben. Wij gaan de blauwe wandelroute doen. Volgens mij 10 kilometer. Nou, we zijn net begonnen, dus begin goed. Huh? Ja. Nou, nog een klein stukje. Leuk hè, hier. Heerlijk. Lekker in de duinen. Ja. Echt lekker dit. Zeewind. Zeewind, ja. Oké, wij volgen de blauwe route. En daar zat een pijltje, dus ik denk dat we zwemmen moeten. Ja. Nou. Dan gaan we maar, hè. Trek je kleren maar uit. Nee, maar dat paaltje staat een beetje op een gekke plek. Maar ik denk dat dit normaal gesproken ook misschien nog op pad was geweest. Oh. Maar ik dacht twee tellen dat we door het water moesten. Maar hier zit een pad. Oké. We worden gezandstraald. Oké, moeten wij hier doorheen? Ja. Ook de Noordzeeroute? Ja, volgens mij wel. Misschien ik denk we dat we een stukje over. Ja, volgens mij wel, las ik dat. Maar we zullen het zien. Ik wou dat we een vlieger hadden. We worden weer gezandstraald. Ik ga er achteruit op. Dus ook een klein stukje over het strand. Tanden zie ik. Ja, ik heb wel zand tussen mijn kiezen inderdaad. Het zit overal. Maar ja, dat maakt niet uit. We moeten even kijken waar die bordjes zijn gebleven. Ah ja. Kijk. Die is leuk. Voor in de kerstboom. Ja. Nou, dit spreekt tegen ons. Het schreeuwt jouw naam. Erg leuk. Maar jij wilde toch geen kerstboom dit jaar? Nou ja, als ik dit allemaal zie, dan denk ik, laat het er een nemen. Ja. Nou, wij hebben even een lekker koffietje gehaald met de stroopwafel. Ja. Is die lekker? Mm. Hij is vers gemaakt, hè? Hij is warm. Ja. Ja, dit moet je dus nooit gaan doen. Een wandeling van 10 kilometer gaan doen. Door duinen en daarna zand. Gaan winkelen. In een meubelwinkel. En dan gaan zitten op een bank. Moet je nooit doen. Nee, want je kan niet meer opstaan nu? Nee. Oké, nou. Ga erbij leren dan, zou ik zeggen. Eerste oliebol van het jaar. Op 6 november, wat is het voor datum? 7 november. Ja. Nou, ik heb er zin in. Lekker warm. Ja. Wacht even. Wow. Oké, wij zijn inmiddels weer thuis aangekomen. Ja. Ja. Dus wij willen de vlog afsluiten. Het zit er weer op. Ja. Wij gaan de vogel ophalen. Ja, dat moeten we ook nog doen. We moeten nog best veel doen. We moeten de spulletjes naar binnen toe brengen. En boodschappen moeten we ook nog doen. Oh. Ja, dus er staat al best veel op de plan. Moeten we ook nog gaan koken? Nou ja, hè? Het is inmiddels avond. We moeten echt verzinnen wat we gaan eten. Ja. We hebben deze week geen HelloFresh box, helaas. Ja.
Dus. Maar wij hebben een superleuk weekendje gehad. Ja, echt, we hebben er echt van genoten. Wij hopen dat jullie dit net zo leuk vinden om, om te kijken. Als onze kampeervlogs. Ja. Maar ja, die zitten er voorlopig niet in. Nee, die komen wel weer. Ja. Maar nu nog even niet. Dus laat even weten in de reacties of jullie dit ook leuk vinden. Wij hopen dat jullie de volgende keer weer kijken. Ik weet niet wat we de volgende keer gaan doen. Nee. Nou ja, we zien het wel. Ja. Maar wij gaan de vlog afsluiten. En, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.